Raadsleden van de gemeente Arnhem tonen zich onthutst en bezorgd over het kunstbedrijf Arnhem, na aanleiding van de laatste onthullingen daarover. De forse kritiek van voormalig zakelijk leider Jan Verschuur is ingeslagen als een bom. Volgens Lea Manders van Zuid-Centraal is het een opengetrokken beerput. Ze is geschokt door de verhalen over het creatief boekhouden in de gemeente die oude computers in rekening bracht. Ze vreest dat het hierbij niet zal blijven. Of er straks misschien nog meer lijken in de kast liggen, vragen we aan Guus van der Laak van Zuid-Centraal, die de bui al eerder zag hangen. Nou ja, buiten wat nu bij het kunstbedrijf gebeurt, is natuurlijk onlangs Luxor Live overgedragen van de gemeente aan Luxor. Daar hebben wij kritische vragen over gesteld, omdat ook we daar zagen van, nou, dit is allemaal, zitten veel risico's in. Dus dat is misschien ook nog iets waar straks we verrast worden door cijfers die we niet willen. Dit is natuurlijk vreselijk wat er nu gebeurt. Want buiten dat je ziet dat het slecht is, zie je ook dat er gesjoemeld is met cijfertjes. Al die plieger van de ChristenUnie stelt grote vraagtekens bij het reddingsplan voor het kunstbedrijf. Dat vorig jaar afsloot met een verlies van meer dan 6,7 ton. Ze vreest voor het wensdenken bij de voorstellen. Want er moet eerst weer geïnvesteerd worden voor er kan worden bezuinigd. Als je ziet wat de Raad van Toezicht heeft een reddingsplan neergezet van, ik meen, 640.000 euro. Nou, als je dat ziet, dan ziet dat er mooi uit als reddingsplan, als bezuiniging. Maar hij ziet daarnaast weer dat om dit te kunnen bereiken er weer geïnvesteerd moet worden. Er moet dus eerst weer geld in om die bezuiniging te kunnen halen. Dus dat is een zorgpunt. En de vraag is altijd maar weer, van waarom is dit niet eerder gedaan? Hè? Waarom dit zie je toch aankomen? Dus dat moet je eerder doen. En B is de vraag van, is dit voldoende om het bedrijf te redden? Want er zit een heel groot risico in dit plan. Ze willen namelijk uit de kazerne. Maar daar ligt een huurcontract van 15 jaar vast, waarvan pas een jaar verstreken is. En het verhuurbedrijf heeft al gezegd, we vinden het prima als jullie eruit gaan. Als jullie een vervangende huurder voor ons vinden, dan willen we daarover praten. Nou ja, gebeurt dat niet, dan zie ik dat 1, 2, 3 die bezuiniging niet gehaald gaat worden. Of het moet worden afgekocht, maar kost nog meer geld. Nou ja, of het wordt afgekocht en dan krijg je hetzelfde wat ik net ook al zei. Dan moet je dus weer investeren om die bezuiniging te halen. En de vraag is natuurlijk, hoeveel moet je gaan investeren? Nou, als je ziet wat de frictiekosten inhoudt om zeg maar de medewerkers te kunnen ontslaan. Nou, dan praat je over tonnen. Nou, ik denk dat het contract afkopen ook een paar tonnen komt. Dus dan zou je kunnen concluderen dat het eerste jaar bezuinigen wegvalt ten opzichte van de extra investering die moet plaatsvinden. Dus dat lijkt me geen goede oplossing. Wat is volgens Van der Laak nou de juiste aanpak? Ik denk een rigoureuze aanpak, veel strakker nog dan wat nu voorgesteld wordt. En nog meer letten op de kosten. En dat is nog even puzzelen, denk ik. Dinsdagavond is er een informatieve vergadering over de kwestie. Ja, dus vanavond wordt het kunstbedrijf op verzoek van ChristenUnie en de Partij van de Arbeid op de agenda geplaatst. Want we hebben eigenlijk een introductieprogramma. En dan gaan we de nu verantwoordelijke wethouder vragen stellen over wat er heeft plaatsgevonden, hoe erg het is. Of de cijfers zoals die nu er staan kloppen. Of het gesjoemel waar Verschuren over spreekt, of dat daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Nou ja, en dan moet nog bekeken worden. En als we dan informatie hebben gehad, is dat dan voldoende informatie? En wat gaan we daarna doen als gemeenteraad? Want alleen maar vragen stellen is leuk, maar dat biedt verder geen oplossing.